Een hele goede avond. Wat gebeurde in 2021 in de Gold Race zou nooit meer gebeuren bij die mannen. Die fotofinish. En toen kwam de 10e april 2022. Gingen Cosnefroid en Kwiatkowski naar de meet. En zei Cosnefroid, ik heb gewonnen. Dat kreeg hij te horen van de jury. Het duurde 3 minuten. En de tweets die waren duidelijk. Want zijn ploeggenoten die zeiden, eindelijk, je hebt hem. Maar Oliver Naassen moest daarna nog een keertje terug. Nee, hij haalde het uiteindelijk niet. Grote commotie dus uiteindelijk bij de finish in de Gold Race. José de Kouwer die was helemaal over de toeren. Rob Ruijg, je hebt meegekregen bij de radio. Een ongelooflijk verhaal. Een ongelooflijke herhaling ook wel. Ja, inderdaad. Dan zou je zeggen dat het dit jaar niet meer gebeurt. En uiteindelijk gebeurt het alsnog. Ik zelf twijfelde ook. Ja, goed, en als je dan ziet dat hij de hand in de lucht steekt na de aankomst, dan ga je ervan uit dat hij ook uiteindelijk gewonnen heeft. Maar dan komt opeens het beeld van de aankomst, hè, de fotofinish. Ja. En dan blijkt toch dat Kwiatkowski gewonnen heeft. Ja, gelukkig was er wel een nieuwe apparatuur. Dat is dan één voordeeltje. Demi Volling, hartstikke fijn dat je er bent. Super sportief ook en super dapper. En je hebt dat ook een keer meegemaakt in de Brabantse Pijl. Ja. Hoe voelt dat? Ja, heel ontgoochelend. Het is heel raar, want toen kreeg ik het ook heel laat te horen. Toen heb ik het eerst aan vieren met mijn ploeggenoten. En toen reed ik vervolgens naar het podium. En toen kwam er iemand van de jury om afgestapt. En die zei, ja, volgende keer niet meer te vroeg juichen. Hè? En toen dacht ik, hè? Wat? En toen pas wist ik het. Dus dat was ook heel raar. En ja, toen dacht eigenlijk ook degene die toen won, Ruud Wijnder, die dacht toen ook dat ik hem won. Maar uiteindelijk was het toch andersom. Dus ja, dadelijk gaan we praten over je mooie race van vandaag. Maar eerst even dus terug naar de mannen. Naar die commotie die er was met die grote favoriet Mathieu van der Poel die aan de start verscheen. Maar die uiteindelijk het scenario van 2019 niet kon herhalen. Het zijn altijd mooie plaatjes als de Amstel Gold Race door Zuid-Limburg trekt. En zeker als de mannen van team Jumbo-Visma aan de kop van het peloton sleuren, hier in de persoon van Mike Teunissen. Voor Tom Dumoulin ging het aan het einde iets te hard toen zijn ploeggenoot Thijs Benoot op de Keutenberg aan de kop sleurde. Toen viel het peloton voor het eerst echt uit elkaar en ontstond er een afscheiding met deze twee mannen aan de kop. We herkennen Kwiatkowski van team Ineos en de Fransman van AG2R is Benoît Cosnefroid. Zij gaan met z'n tweeën weg uit een groep met echte favorieten. Met ook Mathieu van der Poel, die het er maar eens op waagt. Eens kijken of hij 2019 kan herhalen. Min of meer op zo'nzelfde plek. Op jacht naar die twee, de Pool en de Fransman. Maar van der Poel kijkt om en ziet dat hij niet echt een gaatje kan slaan. En op een kilometer van het einde zou zich een scenario 2019 kunnen ontspinnen, omdat Van der Poel nog een allerlaatste ultieme poging waagt. Maar het lukt niet. Kwiatkowski en Cosnefroid blijven weg. Benoot ontsnapt dan nog uit de achtervolgende groep. Maar Cosnefroid gaat aan. Kwiatkowski komt ernaast en dan gaan we weer heel dicht bij elkaar finishen. En dan lijkt het alsof Cosnefroid gewonnen heeft. Dat signaal krijgt hij in elk geval. Maar dan moet er nog gekeken worden naar de fotofinish. En dan blijkt opeens dat Kwiatkowski wint en daarmee een beetje revanche neemt voor Pidcock van vorig jaar. Ja, in 2015 had hij ook wel eens een keer gewonnen, Michael Kwiatkowski. En dat staaltje herhaalt hij dus nu. Maar veel commotie. We gaan naar de finish in Bergen. Dat blijkt bij Bas van Mulken. Die staat daar, Bas. Is het ondertussen een beetje rustiger geworden rond die jurywagen? Ja, ik geloof het wel. In ieder geval voor de fans is het wel weer iets waar je echt over kunt napraten. Ook voor ons in het televisieprogramma natuurlijk. En hier rondom de finish begint het sowieso wat rustiger te worden. Want beginnen de laatste mensen beginnen hun biertjes op te drinken en dan vertrekken. Maar rondom de jurywagen was het natuurlijk wel even druk. Ik ben ook meteen, nadat duidelijk werd dat toch Kwiatkowski gewonnen heeft, even richting de koersdirecteur gelopen, Leo van Vliet. Want het was natuurlijk, wat jullie zeggen, eigenlijk een identiek aan vorig jaar. En gelukkig, hij was eigenlijk heel stellig. Waarschijnlijk heeft gewoon iemand te vroeg gejuicht. Overijverig iemand, een medewerker van de organisatie, die heeft gezegd, je hebt gewonnen tegen Cosnefroid. Maar de apparatuur klopte en Leo van Vliet was heel stellig. Kwiatkowski heeft gewoon gewonnen. Leo, wat een bizarre ontknoping weer.
Ja, het was een prachtige wedstrijd, denk ik. Ja, in de auto heb ik slechte verbinding met internet, maar ja, en de fotofinish, gelukkig hadden we dat goed voor elkaar dit jaar. Ja, want was het nog lastig kiezen of was het goed te zien? Voor mij? Nee, ja, het scheelde maar weinig weer. Hè. Het scheelt echt weer, ja. Ja, wel iets meer dan voor, ja. Het was wel duidelijk. Je hoeft hem niet uit te vergroten. Hey, maar overal, is het een geslaagde dag voor jou? Ja, voor mij wel, ja. Ja, ja. En ook die aanpassing van parcours? De ja, maar dat was al een hele grote groep af, hè. En normaal gebeurt daar niks. Dus, ja. En, ja, 35 man die zo wegrijden. En normaal is het allemaal groepjes. Ja, er zat een goede man aan voorop. Ja. Dus, een mooie winnaar kun je. Ja, en een mooie dag. En een mooie dag. En nu even rust nemen. Ja. Ja, Leo is blij dat het wat dat betreft met een sisser afloopt. Maar dus wat dat betreft goed dat er inderdaad nieuwe apparatuur stond. Hoe was verder, Bas? Wat viel je nog op van de Poel, Dumoulin, de mannen die in die groepjes daarachter reden? Ja, wat Dumoulin was natuurlijk, ja, op de Keutenberg spleet die kopgroep uiteen en Dumoulin zat er ver van achter en moest helaas dus eigenlijk de strijd staken. Ik stond eigenlijk bij het interview met Mathieu van der Poel te luisteren wat Van der Poel erover te vertellen had en achter Van der Poel glipt Tom Dumoulin weg, geen interviews en hij rijdt meteen naar de bus. Maar hij heeft ook toch uiteindelijk toch nog tot diep in de finale zich laten zien. Tot, laten we zeggen, 35 kilometer voor de meet. Dus dat is op zich, stelt dat wel tevreden. Kan ik me zo voorstellen. En Van der Poel was ook heel rustig en ook heel duidelijk. Hij heeft natuurlijk Ronde van Vlaanderen vorige week gewonnen. En hij heeft daar toch nog wel echt van moeten herstellen. En hij zei ook van ja, het kan niet altijd zo zijn zoals 2019. En hij had er eigenlijk wel vrede mee. Net niet op het podium. Vierde plek geworden vandaag. Maar hij had er wel vrede mee. Ja, en op naar Roubaix, hè, volgende week. Nou, Robert, volgende week inderdaad. Dankjewel, Bas. Veel plezier nog daar op de Rijksweg. Dumoulin die werd uiteindelijk 30e. En Bas was er wel goed bij Michał Kwiatkowski. Want die kon hij wel vragen hoe hij terugkeek op deze tweede overwinning in de goldrace. 7 jaar zat dat tussen. We were really aggressive before and we did most of the job to make that group and have the most guys. Me and Tom was there and it was all about, you know, winning the race, and so I had to make sure that you know, Kostnefoil will have to work the most to maintain the gap, and for me it was all about winning because I had the responsibility, and I was pretty sure that you know, Tom Pidcock will do this thing if we will be back. Ja, Kwiatkowski dus inderdaad bij Bas van Mulke. Rob Ruijck, wat hou je voor gevoel over aan deze wedstrijd? Vooral ook omdat er weer veel publiek was. Hè. Dat was natuurlijk fijn, lekker. Was ja, jouw wedstrijd? Heel goed gevoel. Hè. We hebben een mooie finale gezien. Brak open, daar waar de organisatie ook de verandering heeft doorgevoerd. We zagen een sterk Ineos, ook Jumbo-Visma wat iets probeerde. Maar uiteindelijk toch het overwicht bij het team Ineos lag. En uiteindelijk, ja goed, Kwiatkowski die zelf aangeeft dat hij de verantwoording had. Ja, het ook mooi afmaakt uiteindelijk. Ja. Dus een goed gevoel. Maar dat heb ik zelf ook bij de dames gezien. Hè. Ja, met publiek ook weer. Dus ik denk dat Demi dat het beste kan omschrijven. Hoe ja. Was dat weer? Ja, dat was super gaaf natuurlijk. Het is gewoon super leuk om ja, mijn familie en vrienden langs de kant te hebben. En het was super druk overal. Dus ja, en ineens besef je dat dat toch 3 jaar geleden is, hè? Dat je nog door de rijen dik de Kalberg opkomt. Ja, ja, en nu was het nog drukker als 2019 ook voor mijn idee. Dus ja, was schitterend. Ja, we gaan kijken dus naar de beelden van de damesetappe. De koers die al vroeg in de ochtend begon. De kasteelruïne in Valkenburg voor de 128,5 kilometer voor de Amsterdam Gold Race voor de dames. Met daarin natuurlijk de Kouberg 4 keer. En het lijkt op 50 kilometer van de streep dat we al een beslissende ontsnapping hebben. Want hier zijn alle sterke vrouwen eigenlijk voorop. Van Vleuten is er, Vollering is er, Nieuwia Dome is er. En we hebben Henderson, Van Dijk, Blaak en Lippert. En je zou zeggen, de sterke ploegen, de sterke dames, die kunnen doorrijden naar de finish. Dit zijn de achtervolgers. Uiteindelijk vielen de gevolgen gelukkig mee. Maar wordt de kopgroep met die sterke renners wel teruggepakt. En gaan we de Geulemerberg op. Waar zich een hele sterke kopgroep formeert. Die een belangrijke rol zal spelen in deze goldrace. Maar Roy Akkers die hem toch doortrekt. Dat heeft ze het liefste. Gewoon voorop rijden. Ja, ja, ik ben geboren in Limburg, dus in Venray, dus het voelt wel een beetje dat je Limburgse bent. En ja, ik woon vlakbij, dus net in Brabant, maar
Ja, sowieso een Nederlandse wedstrijd op kalender voelt altijd wel thuiskoers. En iedereen voelt aan dat het dan moet gaan gebeuren op de Kouwberg. Op die laatste doorkomst op 2,8 kilometer voor de finish. De beslissing onder vanaf het Grendelplein. Makai aan de rechterkant. Ja, oprecht samen met Van Vleuten. Ja, daar komt Van Vleuten inderdaad. Die begint nu op gang te komen. Ze gaat eraan beginnen. Van Vleuten. Annemiek Van Vleuten. Nieuwe Doma die moeilijk mee lijkt te kunnen. Ja. De inspanning wordt er niet gedaan. Maar we zien geen hele snelle wielrenster zoals een Balsamo mee. De wereldkampioen zit niet in het wiel. Ik ben wel benieuwd hoe groot het gat erachter is. 7 rensters. En nu valt het stil. Hè? Kun je? Als Molman zijn. Cavalli. Ja. Maar als Molman zijn, hou je de tempo er nu toch in voor Vollering. Ze is weg hoor. De Italiaanse Cavalli met de beenstukken. Ze had het koud vandaag. En dan moet Mulman, ja, die moet reageren. Dat kan bijna niet anders. En ze gaat vragen over te nemen aan. En dat doet Van Vleuten niet. Natuurlijk doet Van Vleuten dat niet. Maar Ashley Moeman heeft de benen niet. Moet passen, de Zuid-Afrikaanse, voor de demarrage van deze 24-jarige Italiaanse. Marta Cavalli gaat naar haar allergrootste overwinning ooit in de straten van Bergen-Tablijt. Beenstukken aan. Maar ze mag de handen in de lucht gooien, hoor. Cavalli, die de Amstel Gold Race, de 8e editie, gaat winnen. Prachtige overwinning van de Italiaanse. En dan de tweede plek met Van Vleuten Vollering. Van Vleuten Vollering Lippert. Nee, Vollering. Nee, het is volgens mij Van Vleuten aan de linkerkant. Maar we gaan afwachten. En weer een Italiaanse overwinning, Danny. Inderdaad. En de emoties zijn dan groot bij de Italiaanse. Zijn we altijd benieuwd naar de eerste woorden. In de radio zei hij Nico. En not a good day. Een glimlach gelukkig toch nog bij Vollering. Die een knuffel krijgt van Leontien van Moorsel. Maar de kampioene van vandaag komt uit Italië. Marta Cavalli. Een overdonderend applaus voor Marta Cavalli. Ja, Marta Cavalli dus met het applaus van haar ploeggenoten. Mooie overwinning voor de Italiaanse. Demi Vollering tweede. Vorig jaar ook tweede. Yeah. Voelt dit anders dan vorig jaar? Ja. Ja, vorig jaar was het meer een soort van beetje een verrassing voor mezelf of zo. Dat ik zo dicht op Marianne kwam in de sprint. En nu wilde ik natuurlijk niks minder dan de winst. Ja, want voor jou was het eigenlijk zaak om in het wiel te blijven van Van Vleuten op de Kouwberg. Hè? We wisten allemaal, die gaat daar, die probeert te splijten. Ja. Je was er, bovenop die berg. En wat gebeurt er dan, voor jouw gevoel? Ja, precies op het moment dat mijn ploeggenote Ashley Molman eigenlijk naar mij keek. Van oké, hoe is de situatie? Vloog Cavalli aan de andere kant van haar voorbij. Dus ik deed meteen een gebaar van, gaan, opletten. En ik denk dat ze toen heel eventjes zoiets had van, oh, wat gebeurt er nu? Maar goed, uiteindelijk ging ze wel rijden. En het is gewoon heel lastig. Als je bovenop de Kouwberg pakte ze meteen een groot gat. En dan is het heel moeilijk om dat weer dicht te krijgen. Ja. Zeker, het is natuurlijk ook de kwaliteit van Cavalli. Ja, daar moeten we niet moeilijk over doen. Wat een mooie beelden nog van jou na afloop. Kun je even meekijken en vertellen wat er hier gebeurt? Dat is mijn moeder. Mijn familie was er, dus dat was wel heel leuk. Ja, en de eerste emotie die je dan kunt delen is ook fijn. Dat kan ik me voorstellen. Veel fijner dan vorig jaar of 2 jaar geleden, waar het eigenlijk veel, veel sterieler was. Klopt. Wat is het moment dat de teleurstelling eigenlijk toch overgaat in een soort trots dat je toch goed hebt gereden? Dat was eigenlijk toen ik mijn ploeggenoten zag. Want die waren allemaal wel heel trots dat ik alsnog natuurlijk naar die tweede plek kon sprinten. En het is gewoon een beetje dubbel natuurlijk. Want je wil heel graag winnen hier. En dat het dan weer tweede is, dat is jammer. Maar tegelijkertijd doe je het wel weer soort van. Dus ja. Het was ook wel weer een soort van, het is wel een opluchting dat de benen vandaag weer goed waren en zo. Dus dat voelt goed. Ja, en jullie scenario kwam uit. Vorig jaar heb je dat verlies eigenlijk in de Gold Race nog een keer kunnen vertalen in winst. 30 kilometer verderop. Ja. In Luik. Ja, klopt. Zit er weer in. Laten we het hopen. Ja. Laten we kijken naar, of luisteren eigenlijk beter naar Annemiek van Vleuten. Want zij natuurlijk probeerde die beslissende demarrage te forceren op de Kouwberg. Wist ook van ja, hier moet het gaan gebeuren. Maar ze kwam met een grote groep beneden aan op het Grendelplein. Dit is wat Van Vleuten zei tegen Kim Langenslag.
Ja, voor mij is het ideaal. Ik kan hier wel het verschil maken op de Kouwberg, maar dan moet de groep echt aan de voet maar 10 of 15 renners zijn. Ja, wist je het eigenlijk al? Ik wist al dat er gewoon met te veel daar arriveerde en dan is het heel moeilijk. Maar ja, je weet het nooit, dus ik ga er maar voor. Ik hoopte eigenlijk dat iemand anders deed wat ik deed en dus gewoon gaan en dan eroverheen kon kletsen zoals Cavalli heel goed deed. Maar ja, helaas, dat, niemand was initiatief of te bang of ik weet het niet, of niet goed genoeg. Het ging zelf maar. En dan zie je haar ook niet komen. En bovendien denk ik dan in de finish, denk ik, is wel een SD Works die hem vaak een overtal zijn om dat gat te dichten. Ja. Niet aan mij. En Cavalli, vind je dat een verrassende winnares? Nee, ik wist dat het een heel sterke meid is. En weet je, voor het vrouwenrennen is het op zich wel goed dat niet maar uit één ploeg elke keer de winnaar komt. En dat FTC gaat er dan ook weer in geloven dat zij hier een, echt meerdere pionnen hebben in de ploeg waar ze mee kunnen winnen. Ze hebben er drie. En, dus dat houdt het vrouwenrennen wel interessant. Dat is leuk. Ik hou van strijd, dus dit is goed. Ja, daar houdt Annemiek inderdaad van strijd. Wat leuk was in de samenvatting van de NOS met de commentatoren, was te horen dat Roxanne Kneteman zei, die dames die gaan nu de Dalemmerberg af, dan gaan ze dadelijk de Kouwberg op. En iedereen weet, Annemiek gaat hier aanvallen. En als je dan erachter rijdt, dan krijg je een beetje bibber in de benen. Want je weet, ja, ik moet hier gewoon 900 meter mee. Ja. Was dat bij jou ook zo? Ja, ik zat geloof ik niet helemaal in de buurt van Annemiek daar, maar wel ver van voren. Dus ik wist gewoon, oké, van dadelijk komt Annemiek eroverheen geklapt. Of Kasia, want Kasia kan dit ook gewoon supergoed. Dus je weet gewoon dat die twee misschien gaan komen. En dan is het altijd van, oké, hopelijk kan ik erbij blijven. Ja, hoe deed jij dat, Rob? Die Kouwberg? Ja, goed. Dat was Philippe Gilbert vooral, hè, die dat daar deed. En daar stond geen maat op. Nee, dat is ook duidelijk. Ja, zo simpel is het. Daar stond geen maat op. Nee. En in die fase tijdens de Amstel, toen ik reed, toen was het vooral Bjorn Leukemans en Marcato waar ik voor moest. 2010, 2011, dat waren inderdaad de jaren van Gilbert, van zijn grote doorbraak op de Amstel Gold Race. Ja. Goed, we kunnen even naar de winnares, want dat is natuurlijk ook heel erg leuk. Die hier in Bergen ter Blijt toch haar allergrootste overwinning boekt. Die de laatste week al supersterk reed. Dus eigenlijk, de dames waren al gewaarschuwd, maar ze was euforisch. There were the perfect moment for me. I was in the back, they slowed down in the front, and I took the right moment. And, it's just incredible. And what did your team manager say in the car, when he was in the car? Go, go, go? Yes, they pushed me because we spoke yesterday about this moment, and it works, and it's incredible. Ja, mooie emotie dus aan de streep. En opvallend ook dat het scenario wel was doorgenomen in die ploeg. Kim Langeslag staat aan de streep bij de finish. En Kim, je hebt die dames allemaal gesproken. Je hebt het allemaal van dichtbij meegemaakt. Wat overheerst er voor jou? Nou ja, het overheerste wel dat het allemaal hele blije vrouwen over de streep waren. Nou, daar zal Demi Vollering wel niet zo blij zijn geweest misschien. Maar Annemiek van Vleuten bijvoorbeeld, die zei van ik heb enorm genoten van deze koers. Al het publiek, ik zweef over de weg. Dus dat was wel heel mooi dat al het publiek er weer was. Ja, en waar ook mensen van genoten hebben is bijvoorbeeld de aanvalsdrift van Paulina Rooiakkers uit Venray. Zij zat in meerdere ontsnappingen, zelfs één ronde voor het einde zat ze nog in een kopgroep van drie. Nou, ze werd uiteindelijk teruggepakt, maar ze heeft wel enorm genoten van deze dag. En ze houdt dus wel van aanvallen. Ja, vooral met zoveel mensen langs de kant. Het was echt super gaaf om vooruit te rijden. En ik probeerde wel vooruit te blijven om achter me wat een harde wedstrijd te maken voor de meiden in het peloton. En dat onze kopvrouw relaxed kon blijven. En, maar het was wel genieten voorin. Ja, Pauline Rooiakkers, dus die we vooral kenden eigenlijk van haar kampioenschappen op het strand in Egmond aan Zee. Maar die in de Amstel Gold Race al eerder had laten zien dat ze echt goed kan rijden en vandaag echt top was. Vraag je nog wat betreft die race van de dames vandaag? Want mooi natuurlijk, symbolisch, dat jullie hetzelfde prijsgeld krijgen als de mannen. Had het een langere koers moeten zijn? Nu was het 128 kilometer. Ik hoorde een beetje gemopper. De gedachte was, doe er nog 30 kilometer bij volgende keer. Ja, ik denk dat het op zich qua koersverloop niet heel veel uitmaakt. Want nu is het ietsje korter. Maar uiteindelijk denk ik dat je uiteindelijk dezelfde winnares hebt ook. En, ja, het spel gaat wat vroeg op de wagen nu. Ja, want nu was het vanaf kilometer nul bij ons gelijk vol gas. Dat we allemaal dachten van,
iedereen heeft er zin in. Uh-huh. Dus dat zorgt vaak ook wel weer voor hele spannende races bij ons. Ja. Door dat soort dingen te zijn. We hoorden nog van Leontien van Moorsel dat er gekeken wordt om wellicht een toer-etappe te krijgen van Rotterdam naar Valkenburg. 2024 zou dat moeten zijn. Oké, okay, ja, dat zou gaan. In de Tour Féminin. Dat zou mooi zijn, toch? Ja, zeker. Teken we voor? Ja, tuurlijk. Oké, okay, schrijven we jou in ieder geval op. Wat dat betreft, Rob, qua wielercultuur, is het nodig nu, op dit moment in Limburg? Want jij kent natuurlijk als geen ander de status van het wielrennen, nationaal en regionaal. Ja, maar je ziet inderdaad dat het vrouwenwielrennen behoorlijk aan populariteit is en aan toenemen. En als er dadelijk een toer-etappe kan zijn, dan is dat alleen maar mooi. Dat de wedstrijden ook op tv worden uitgezonden, is ook een pluspunt. Je ziet ook dat de salarissen gelijk getrokken aan het worden, zijn aan het worden. En ook de prijzen gelden. Dus alleen dat al is fantastisch. Ja. Ja. Hoe ziet het er voor jou uit, Demi, komende weken qua programma? Ik rijd woensdag de Brabantse Pijl en dan de week erop Flesch Wallonië en dan Luik. En dan eventjes wat rustiger aan, even weer optrainen en dan gaan we weer naar Spanje en zo. Naar Spanje en zo. En vorig jaar heb je ook La Course gewonnen. Ja. Is dat dan een wedstrijd straks met de Tour de France die over 9 dagen verreden gaat worden, waar je ook op gaat richten? Ja, de Tour is wel iets wat ik echt heel graag wil. En het is ook wel een wedstrijd die me gaat liggen, denk ik. Ja, we kunnen nog even gaan luisteren naar je ploeggenoten, naar Chantal Blaak. Want zij reed vandaag mee. Speelt natuurlijk een hele belangrijke rol in de Ronde van Vlaanderen. Daar leidde ze Kopecky naar de overwinning. In eerste instantie dacht iedereen, toen de eerste ontsnapping ging, hier gaan Demi Vollering en Blaak, die gaan er samen naartoe. En die zorgen ervoor dat scenario van Vlaanderen zich nog een keer herhaalt op de Limburgse wegen. Dat was uiteindelijk geen realiteit. Maar Chantal keek er in ieder geval op deze manier op terug. Er waren 3 voorop en dat was gevaarlijk. Die waren sterk. Dat moest rechtgezet worden. Nou, dat deden Blanca en ik. En toen nam Niep het over op de Bemelenberg. Dat was een goede demarrage. Met Marlen daarna nog een attack. En dat was ook de bedoeling. En dan hadden we voor de finale Demi en Ashley. Ja, en dan is het gewoon wie kan volgen en wie niet. Dat is, en volgens mij, Demi wordt 2, dat is gewoon heel netjes. En Cavalli die was denk ik gewoon de sterkste, maar dat heb ik niet meer gezien. Ja, niet meer gezien, Chantal Blaak. Dus die ook nog vertelde dat ze wel toch trots was met een 2e plek. En dat is natuurlijk knap, want het was vlak na de wedstrijd dat we haar spraken. Yeah. Die kan er dan meteen relativeren. Was ook wel uiteindelijk wat overheersen bij jullie, bij SD Works? Ja, ik heb net even met die meiden gezeten en die waren allemaal super trots. En het was gewoon een hele zware wedstrijd weer. En ik denk dat we weer een mooie wedstrijd hebben laten zien. We zaten er al vroeg iedere keer weer bij. Dus op een gegeven moment misten we het heel even. Maar Chantal en Blanca die zetten dat heel mooi recht. Dus dat was gewoon weer super werk. Ja, en dat was inderdaad mooi om weer te zien. En goed dat het weer kon. Wat gaan we onthouden, Rob, van die dag van vandaag? Ja, goed. Een mooie koers nogmaals. En zeker ook bij de dames. Jammer dat Demi niet gewonnen heeft. Hè? Want ik denk wel dat ze de benen had om te kunnen winnen. Goed. Je ziet een kleine vertwijfeling even. Ook van jouw ploeggenoten die net de verkeerde kant op kijkt. En goed, daar valt wel over na te denken, vind ik dan. Dat zijn ook fouten en leermomenten die je meeneemt richting de toekomst. En er staan nog een aantal mooie wedstrijden te wachten, zeg maar. Ook Luik-Bastenaken Luik straks weer om om daar weer een mooie winst misschien wel binnen te halen. Dus een mooie wedstrijddag gezien, ook bij de mannen. Fantastische wielerdag, zeker voor Limburg, maar ook voor heel Nederland. En ik heb genoten. Ja, foutjes maken de sport ook mooi natuurlijk, van een renner, maar ook wel van een jurylid af en toe. Dit in ieder geval de fotofinish van 2021 en 2022. Je zou denken, het scenario kan zich nooit meer herhalen. Maar dit is dus wat er gebeurt met een jaartje ertussen. Mooie winnaar in ieder geval met Kwiatkowski, die hadden we wel. Ik bedank u voor het kijken op deze lange dag, want we waren al vanaf 7:15 in touw. Prachtige Amstel Gold Race hebben we weer gezien, deze editie. Ik laat u gaan met de mooiste beelden eigenlijk van de editie van dit jaar. Fijne avond.